Ik ga hem maar gewoon openen, want we willen ook weer niet te veel afkoelen. Hè? We moeten nog een klein stukje. Dus ik ga de openingshandeling verrichten. En ik ben zelf ook benieuwd hoe het eruit ziet. Met deze officiële handeling opende gedeputeerde Jaap Bont de versterkte ecologische verbindingszone tussen Omval en Kolhorn. Twee uur eerder was Bont, samen met 100 enthousiaste wandelaars, begonnen aan een lentewandeling van Kolhorn naar Nieuwenidorp. We zagen u kwiek door het landschap stappen. Bent u een fanatieke wandelaar? Ja, ik hou van wandelen. Ik vind het heerlijk. En ook het Noord-Hollandpad, daar heb ik al diverse trajecten gelopen. Je loopt door het boerenland. Het mooie van dit pad, dat is ook dat je op plaatsen komt waar je normaal gesproken met de fiets of met de auto niet kunt komen. Het zijn ook vaak agrariërs die hun land ter beschikking stellen. Dus je loopt over dijkpaden, ongeplaveid. En hier op deze plaats zie je ook heel mooi die verbinding tussen recreatie en natuur. Dus de ecologie. Een ecologische verbindingszone die ervoor zorgt dat de dieren, de bedreigde soorten zich kunnen verplaatsen naar een groter gebied. Zodat we ze in stand kunnen houden. Dat we kunnen behouden wat we hebben. Ecologische verbindingszone in dit geval is het kanaal Omval-Kolhorn, waar langs al grotere natuurgebieden lagen. En die zijn verbonden doordat we het kanaal natuurvriendelijker ingericht hebben. En dat wil zeggen, we hebben de oevers natuurvriendelijker gemaakt en we hebben alle percelen die al in bezit waren van de provincie beter ingericht ten behoeve van de natuur. We staan nu bij de Werenpolder, bij Lutje Winkel. En dit is een van de natuurgebieden die is aangelegd. En de Werenpolder is een bestaand natuurgebied van Staatsbosbeheer wat al jaren in beheer is. Een weidevogelgrasland. Als u goed luistert, hoort u op de achtergrond ook wel wat weidevogels geluid maken. Die kleine stukjes natuur die noemen we stapstenen. Zo'n stapsteen kun je hier achter mij zien. En je ziet ook dat hier wat meer riet is en er is een wateroppervlakte gecreëerd. En dat is allemaal ten behoeve van de soorten dieren die hier gebruik van maken. Sommige dieren rusten hier uit. Dan heb je het vooral met name over de zoogdieren en de vogels. En bij amfibieën moet je het eigenlijk meer voorstellen dat die komen al ergens voor. En die rukken dan langzaam op naar de volgende stapsteen. Die planten zich daar wel echt voor en dan gaan ze, hopen wij in ieder geval, weer naar de volgende. En zo krijg je eigenlijk een breder gebied waar die dieren kunnen voorkomen. Onder verschillende wegen zijn tunnels aangelegd. De gevaarlijke oversteek hoeven de dieren dan niet te maken. Een van de dieren die profiteert van deze verbindingen is de Noorse woelmuis. Dat is de enige diersoort die alleen in Nederland voorkomt. Dus die ondersoort van de Noorse woelmuis, die heb je nergens anders. Alle andere dieren in Nederland zijn ook in andere landen te vinden, behalve deze ene speciale muis dus. En wat je met die ecologische verbindingszone heel graag wil doen, hij komt nu eigenlijk aan de zuidkant van de verbindingszone alleen voor. En wat wij willen heel graag dat hij zich meer gaat uitbreiden naar het noorden in de zone. En dat zijn we nu eigenlijk aan het proberen hier in Noord-Holland met die ecologische verbindingszone. Bij dit natuurproject wordt ook nauw samengewerkt met de ondernemers uit de omgeving. Zij worden de ambassadeurs van het Noord-Hollandpad genoemd. Het is interessant als je ergens een arrangement hebt van een hooibergenhut bij een boer waar je kunt slapen voor niet te veel geld. Maar het is ook interessant dat zo'n museum of een atelier op zo'n route ook mensen trekt. Dus je ziet dat die ambassadeurs die springen in op die doelgroep van de wandelaars. En die maken het nog interessanter dat ze in een lusje door een dorp lopen, zoals vanmorgen in Kolhorn. Schitterend mooi. Ik denk dat heel veel Hollanders niet weten hoe mooi dat is. Maar je hebt daar ook in dat plaatsje een terrasje waar je even een kopje koffie kunt drinken. Dus die combinatie van die ambassadeurs en die natuurrecreatie en dus ook een stukje economie, dat is een heel interessante. Voor zowel wandelaars als zoogdieren en amfibieën wordt een mooi stukje Noord-Hollands landschap ontsloten. Het volledige Noord-Hollandpad strekt zich uit van Texel tot het Gooi, over een lengte van zo'n 270 kilometer. Het moet een geduchte concurrent worden van het veel bekendere Pieterpad.